Christophe, vandaag de derde oefenzege op rij. Hoe sta je hier na afloop? Een mix gevoel, want we hebben geen goede wedstrijd gespeeld, naar mijn mening. Dat hebben we ook aan de jongens zo medegedeeld. Aan de andere kant is het ook zo dat wij zelf gewoon de keuze maken om een mixteam, ook met stagespelers, wederom te laten spelen. En dat heeft vooral te maken met de samenstelling waarin wij willen gaan spelen in de komende wedstrijd. Dus dat we nu wat jongens wat extra rust wilden geven gezien de periode die er is geweest. Dus daarom in de mixgroep, de eerste helft, tweede helft, stagespelers, jongens die wat minder hebben gespeeld in de laatste wedstrijd. Ja, en dan krijg je een wedstrijd zoals deze, waarin we niet goed hebben gespeeld en vooral aan de bal een zeer, zeer matig niveau hebben gehaald. Is dat dan een leerzame les voor jullie geweest, dat je nu weet waar het team staat of sommige mensen staan? Nou ja, leerzaam in die zin dat je eerst kijkende naar onszelf vanuit de staf, hoe we de voorbereiding hebben ingericht. Nou, dan weet je dat je in dit soort momenten gaat komen. Hè? Momenten gaat komen waarin je zeg maar goede wedstrijden hebt. En wanneer je andere wedstrijden hebt, hè? Waarin je andere spelers ook moet laten spelen. Dus dat is jammer, hè? Dat gebeurt in de voorbereiding, omdat we na de wedstrijd van Jong Ajax echt op de goede weg zijn. Nou, dat is helemaal niet weg, hè? Want dat gaan we echt in de komende wedstrijd direct weer kunnen oppakken. Aan de andere kant is het ook een goede les voor de spelers die op het veld staan. Ja, dat het allemaal op een hoger niveau moet en dat het allemaal een stuk sneller moet. En dat het beter op elkaar moet afgestemd worden. Dien, je bent weer terug in jouw stad, bij jouw club. Hoe is het om terug te zijn? Ja, voelt natuurlijk lekker. Vertrouwde omgeving. Ik ken nog een paar spelers en Marcel ken ik, Klaas Wels ken ik. Dus ja, voelt allemaal heel vertrouwd. Wat heeft jou doen besluiten om terug te komen naar Topos? Ja, zoals ik al zei, het is gewoon een vertrouwde omgeving. En ik wil weer gewoon lekker voetballen en gewoon mijn plezier weer een beetje terugkrijgen. En vooral veel en lekker voetballen dus. Vandaag werd de transfer aangekondigd en meteen weer, je stond op het veld voor de warming-up. Ik hoorde heel vaak ook Dien roepen naar je. Hoe is het om al die bekende gezichten weer terug te zien? Ja, tuurlijk leuk. Ik ken veel mensen hier ook die altijd op de tribune zitten. Dus natuurlijk, dat is leuk. In de tweede helft mocht je het rood-witte shirt weer aantrekken. Hoe voor het zelf gaan? Ja, wel prima. Ik heb 2 keer getraind en nu gelijk 45 minuten gespeeld. Eigenlijk na 3 maanden, dus op zich wel prima. Natuurlijk kan het beter, maar wel prima voor de eerste keer. En je hebt vorig jaar dan bij Helmond Sport gezeten en nu weer terug bij Topos. Wat zijn je doelstellingen voor dit jaar? Voor mezelf gewoon zoveel mogelijk assisten geven, zoveel mogelijk spelen. Voor het team natuurlijk is het moeilijk, maar misschien meedoen voor de play-off zou wel mooi zijn. Ik denk ook wel dat het haalbaar zou moeten, misschien wel kunnen zijn, zeg maar. Dus. Het is een realistische doelstelling. Ja, het is wel natuurlijk een zware taak. Maar ik denk met een beetje geluk wat je altijd moet hebben, zal het wel haalbaar kunnen zijn, denk ik. Lars, vandaag een 2-0 winning op Tactiel. Maar dat is denk ik niet het belangrijkste voor jou, want je hebt deze week je contract opengebroken en verlengd met 3 jaar. Yes. Ja, heel erg blij mee. Bevalt me hier. Dus nou kijken of ik hier stappen kan gaan maken. Je bent vorig jaar gekomen als tweede doelman. Je hebt 4 wedstrijden gespeeld vorig jaar door blessures van Norbert. Je hebt echt stappen gemaakt. Werd er gezegd door Klaas wat er terug te lezen was. En het is ook terug te zien in het veld. Hoe kijk jij er zelf naar? Ik denk inderdaad die laatste wedstrijden toen Norbert eruit lag, dat ik dat gewoon prima heb ingevuld. En dat komt ook door de stappen die ik heb gemaakt door het jaar heen. En nu wil ik nog meer stappen maken, zodat ik gewoon een vaste eerste keeper kan gaan worden voor deze club. Welke ontwikkelingen merk je zelf die je hebt gemaakt? Ik denk vooral met rust aan de bal, rust in het hoofd en daar denk ik vooral de stappen in heb gemaakt. Uiteindelijk weet je toch nog wel de overwinning te pakken. Ik denk dat dat wel tot naar tevredenheid stemt. Ja, winnen is altijd leuk. Alleen het gaat in de voorbereiding om de manier waarop. En op de manier waarop zijn we niet tevreden over. Dus dat is het gevoel dat blijft hangen. Hoe ga je dit nu aanpakken? Weet je wilt het gevoel natuurlijk zo snel mogelijk weer weg hebben en weer de goede lijn oppakken waar jullie in zaten. Ja, maar dat kan ook, want hebben wij de wedstrijd van Jong Ajax nog steeds in het achterhoofd. En vanuit die wedstrijd kunnen wij ook gewoon doorpakken. En we kunnen ook met onze gerichte basis 11 voor Jong Utrecht gaan spelen. Dus
Dus daar is geen man overboord, helemaal niet zelfs. Dat is gewoon een fase waar je doorheen komt in een voorbereiding en waar je bewuste keuzes in maakt. Alleen ja, dan loop je wel eens tegen zo'n wedstrijd aan waarin het even niet lekker loopt. Is dat ook misschien het fijne van de voorbereiding? Dat je bijvoorbeeld, het kan allemaal roses, alles goed lopen en dat je iedere wedstrijd wint en goed spel levert. Maar dat deze momenten juist fijn zijn voor een trainer en voor een ploeg om toch wel even de conclusies te trekken. Het fijne van een voorbereiding is dat alle spelers heel veel minuten krijgen. Waarin zij kunnen laten zien dat zij straks op de eerste speeldag in de competitie als basisspeler moeten spelen. Dus dat is fijn voor de spelers. Die fase die is straks voorbij. Want straks gaan er 11 spelers met een x-aantal wissels. En dan gaan er keuzes worden gemaakt. Maar ook dat is besproken met de groep. Hè. Dat is ook niet nieuw voor ze. Dat is gewoon dat is inherent aan een voorbereiding draaien. Dus straks gaan er keuzes worden gemaakt. In je voorgaande jaar bij Topos ben je ook heel erg belangrijk geweest voor ploeg. Dat komt omdat je eigenlijk ook heel aanvallend, maar ook heel defensief bent ingesteld, toch? Ja, vooral aanvallend. Ik probeer altijd mijn aanvallend een steentje bij te dragen met assisten. En die drive vooruit, altijd vooruit spelen. Dus daarmee hoop ik wel meerwaarde te kunnen zijn voor de ploeg. Zeg maar. In welke groep ben jij nu terechtgekomen? Wat zie je voor je? Hoe bedoel je welke? In wat voor een spelersgroep ben je nu terechtgekomen? Allemaal aardige gasten. Ik zit er nu pas 3 dagen, dus ja, tot nu toe allemaal aardige gasten en gaan allemaal goed met elkaar om. Dus daar heb ik niks over te klagen eigenlijk. Je zei net al oude gezichten. Ik denk dat je Rick Stuy van Heerik en Lorenzo Piqueo nog kent. Hebben die nog iets meegeholpen aan jouw terugkeer? Nee, eigenlijk totaal niet. Vooral Klaas eigenlijk. Heb ik veel contact altijd mee blijven houden, zeg maar. Dus ja, eigenlijk vooral Klaas. Dat is mooi om te horen. Veel succes. Je staat iedere dag met een bepaalde groep op het veld. Is dat ook fijn dat je een gewende groep nu hebt waar je jezelf mee kan ontwikkelen? Jawel. Ja, een fijne groep. Was vorig jaar al. Een groep waar ik me op mijn gemak voel. Dus dat is wel een fijne omstandigheden om je daar aan te ontwikkelen. Ja. Je hebt een nieuw contract getekend. Ook omdat Klaas wel eens nieuwe technisch directeur is. Wat voor indruk maakt hij op jou? Wat is het plan voor de toekomst? Hij maakt een goede indruk. Ik heb een goed gesprek gehad. Dus voor de rest zit het ook allemaal tussen de zaakwaarnemer en Klaas gelopen. Dus alles is goed gelopen. Nu gaat het seizoen beginnen en ik denk dat jouw doelstelling uiteindelijk wel is om hier onder de lat te gaan staan. Ja, daar gaan we wel voor. Ik heb dit jaar gewoon nog Noord voor me. Dus dit jaar is vooral een focus op nog bepaalde stappen maken, waardoor ik eventueel het jaar erop kan gaan staan. Veel succes.